namens MWMC Sport en Beweeg gaan we samen 15 minuten een power pause doen. Gedurende deze 15 minuten gaan we lekker rekken, strekken, hele lichte oefeningen doen. Je kunt het gewoon op je eigen, kleding kun je het gewoon meedoen. Je gaat niet zweten, maar gewoon even lekker alles rekken en strekken. Goed, om te beginnen gaan we met onze schouders naar achteren toe rollen. Grote schouderrol naar achteren. Schouder en cirkels maken. Met gestrekte armen maak je grote cirkels. Het kan zijn dat je op de achterste punt dat je een beetje voelt kraken. Vooral als we dadelijk naar de andere kant toe gaan, naar achteren toe, dan kun je nog wat meer voelen. 1, 3, 2, 1 en naar achteren toe. En nu kun je op het achterste punt kun je een beetje voelen kraken, hoeft niet. Maar als je het voelt, is niks aan de hand. Gewoon normaal. Ik heb het zelfs. 1, 3, 2, 1 en wissel van kant. Grote schouderrollen naar voren toe. Leg dus je rechterhand op je linkerschouder. Nog 3, 2, 1 en andere kant op. Naar achteren toe. Hou die arm helemaal gestrekt. Andere kant op. Lukt dit qua coördinatie?
voorheen vroeger wel een keertje geprobeerd hebt. En wat je ook kunt doen met de kinderen of je collega's uitdagen. Namelijk armen gestrekt de lucht in. Nu gaat eentje naar achter en de andere naar voren. En we maken cirkels. Dit is ook niet nadenken, gewoon doen. Dus één arm gaat naar achteren, de andere gaat naar voren toe. Misschien denk je niet, oh jee, of je denkt, oh kijk, dit is makkelijk. Goed, je navelbreng, borst op, armen blijven gestrekt. Nog 3, 2, 1 en wisselen, andere kant op. Het kan zijn dat één kant beter gaat dan de andere, dat je qua coördinatie één kant beter gaat. En kun je sneller gaan dan sneller? Woehoe, kom op! Dit is de uitdaging van vandaag. In 3, 2, 1. Oké, goed. Dan gaan we eventjes naar de benen toe. We gaan iets verder uit elkaar staan. Tenen naar buiten, knieën naar buiten. En we gaan licht van links naar rechts. Je navel is in, je borst is op. Je handen kun je eventueel op je heupen zetten. Dat voelt net iets comfortabeler en dan heb je wat meer balans. Dus kleine dipjes links en rechts. Allebei de kanten nog. 5 keer. 4 keer. 3, 2 en nog eentje. Goed. Dan mijn voeten naast elkaar. Handen op je knieën en we gaan cirkels draaien. En andere kant op. Goed, kom recht. Knieën van binnen naar buiten toe draaien. Nog 3, 2, 1 en wisselen. Andere kant. Nog 3, 2, 1. Oké, dan gaan we naar de zijkanten stappen en vervolgens naar achteren toe stappen. Dat doen we als rechts, links, achter, achter. Doe mee. Rechts, links, achter, achter. En rechts, links, achter, achter. Rechts, links, achter, achter. Maar je gaat door en we gaan er zo meteen iets aan toevoegen. Hand, armen gaan mee. In, uit, in, uit. Oh, ik ben zelf ook eventjes. Je moet ook bij deze niet denken, gewoon doen. Armen gaan op en neer. Navel is in. Doe nog 2 keer. Hele rondje. Nog eentje. Oké, misschien denk ik niet dat het echt te veel nadenken allemaal. We gaan het even wat simpeler houden. De ellebogen omhoog. Schouderhoogte. In die armen knijpen. En we doen eventjes helemaal open. En terug naar het midden. Probeer die ellebogen op schouderhoogte te houden. Hoe meer je in je vuisten knijpt, hoe meer het ook echt een oefening is. Nog 3.
9 en 10. Oké, we gaan lang maken, terug. Andere kant, lang maken, terug. Even helemaal uitstrekken. En het gaat niet voor snelheid, omdat je even goed hier direct voelt in je zijkant. Kom, we doen een aantal stappen. Ik weet maar goed uitrekken. Op het moment dat je ook zelfs je vingers helemaal strikken. Kom, en door. Allebei de kanten nog twee keer. En de laatste. Goed, eventjes weer links, rechts draaien voor die onderrug. En hierna gaan we naar een paar balansoefeningen. Goed, de eerste balansoefening. We gaan op één been gaan we leunen, op linkerbeen. En je achterste been gaat naar voren toe. Of sorry, naar achteren toe. Je bovenlichaam naar voren. En weer terug. Doe eerst 10 keer rechts, dan 10 keer links. Dus rechterbeen gaat naar achteren. Oké, naar voren toe. Licht een knik in je standbeen. En terug. Dat is 1. En terug. Dat is 2. 3. Extra uitdaging is dat je voet helemaal niet aan de grond komt. 4. 5. Kom op, kom op. 6. 7, nog 3, 8, navel in, 9, laatste, en 10. Oké, wisselen, let erop op dat je een goede rechte rug hebt. Oké, naar voren toe en terug. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en laatste 10. Oké, okay. Tenslotte proberen we 10 seconden vast te houden waarbij op één been staat, eventueel ergens aan vasthouden. Rechte voet op linker knie. Zakken, 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 zakken. En vasthouden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En wissel. Linker voet op rechter knie. En zakken, 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 zakken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Goed, we eindigen de hart. Slaan we heel klein beetje hoog houden voor die energie. We gaan stappen de jumping jacks door op deze manier. In totaal 20 stuks. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Supergoed. We eindigen met een diepe ademhaling. Twee keer achter elkaar. We beginnen beneden. Adem in, maak je lang. Helemaal uitrekken op die tenen. En los. Nog een keertje in. Adem in. Maak je lang. Helemaal uitrekken op die tenen. En los. Zo, klasse! Heel goed gedaan! Hopelijk voel je een stuk energieker. Kun je het nu weer voortzetten? Hopelijk zie ik je de volgende keer weer. Fijne dag!